Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan we langs bij JRS Scooters in Noordwijkerhout. Die met een testbank en we gaan Esta's scooter met een 80C op de testbank zetten en kijken met welke CD hij het beste rijdt. Kijk mee. No, it's not. It's completely fake. It's a decision I've made. Well, what makes you think she wants to marry? She doesn't. To be perfectly honest, she doesn't like me. Nou, ik ben de mensen, ik sta in de werkplaats van mijn scootershop in Noordwijkerhout. En daar is Mr. Jos. Je kan hem misschien net zien achter de scooter. Ja, ja. Ja, ja, kijk, zie mijn kopje? Ja, ik zag het af, Dat is Jos. En dit is Esta, zijn scooter. En daaronder hebben we even een 80C gezet om te testen. Dat hebben we in de zaak al gedaan. En we zijn nu de pulley aan het blokken. Klopt dat, Jos? Dat klopt. Oké, ja, we gaan de pulley blokken om de grafieken beter te kunnen uitlezen zo. Inderdaad. Oké, cool. Oké, dan hebben we hier wat CD'tjes liggen. Dit zijn de CD's die we gaan testen in de Brommer. En momenteel zit er al een CD in van Ducati en dan doorgezaagd. Doorgezaagd Ducati. Daarmee gaan we eerst even een testje draaien. Hij staat ook op de testbank. En is helemaal geluidsdempend gemaakt. Zie je dat? Allemaal gaatjes. En goed, dan hebben we hier dus allemaal CD's liggen. En dit is de Brom begrensd. Brom SIP begrensd, Brom SIP ontgrensd, de snelle Ducati standaard leefbaar en de topvorm CD. Met deze CD's gaan de Brommen testen en kijken met welke die het best rijdt. Oké, we hebben net deze CD getest, de doorgezaagde Brom CD van Vespa origineel. We hebben al testen gedaan, hij is warm. En we gaan nu kijken wat de eerste test hebben gedaan met deze CD. CD'tje nummer 2 is er klaar voor. De Lang van Kokosan. Is dat Lang van? Ja, Lang van Kokosan CD'tje. Sipje origineel. Maar niet ontgrensd, dus deze zou langzaam moeten zijn. Het is nu de beurt voor de Lang van Kokosan CD van een SIP origineel, maar dan doorgezaagd. En kijken of deze aan de toeren toelaat en hoe hard die gaat. Oké, nou deze is net dit getest, Lang van Kokosan CD ontgrensd. En we gaan nu testen de Top Performance Tuning Chip Tuning, hartstikke dure CD, maar hij mag ook duur zijn als hij het doet en dat gaan we nu zien. Even scherp stellen. Scherp? Nee, niet scherp, maakt niet uit. Even kijken wat hij doet. We hebben net de topvormers getest en we gaan nu de Ducati met grijze stekker testen. Niet normaal, soundeffecten erbij. Dit is trouwens meester Jos. Nou, daar gaan we. De grijze stekker test op 80cc.
чем чтобы задеть. Hey, we zijn het blokje nu weer aan het terugbouwen. Want we hebben net de testen gedaan met deze CD's. En als het blokje zo meteen weer terug is gebouwd, dan probeer ik even de grafieken erbij te pakken. En gaan even kijken met welke CD hij het beste rijdt. En ik weet het al, maar jullie nog niet. Dus je moet even blijven kijken. Zoals jullie zien, zie ik er nu anders uit. Want we zijn een dag verder. Want ik wou eigenlijk zelf de afsluiter maken. Maar dat ging niet lukken zonder Dave's hulp. Want Dave heeft het nu zo voor jullie uitgelegd dat iedereen snapt wat die CD's nou doen en waarom zo'n ding beter is. Tenminste, ik denk dat Dave het zelf gemaakt. Maar de absolute winnaar van alle CD's op het dagse C'tje is de Roy Top Performance. Omdat hij gewoon het allermeest geleidelijk liep. En bijna ook het meeste power had. Maar wat doet hij als hij op zijn punt is van het meeste power? Dan blijft hij zijn power een beetje vasthouden. En de andere ging dan aflopen. Dus deze was de beste. Deze gaan we ook monteren dan bij diverse mensen nu. Dankjewel voor het kijken naar deze video van Volgers met Joey. Blijf volgen op YouTube, Facebook en abonneer voordat ik je kom slappen met deze bushikaal. Dat is een grapje. Ik ga niet wat slappen met een bushikaal. Ik slap zelf niet met een bushikaal. Maar tot de volgende keer. Het was met Joey. Blijf volgen op YouTube, Facebook, abonneer.